Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we vrijdag. Ik denk dat het zaterdag is. Omdat we vandaag 1 november zijn. En ik pas vanmiddag moet gaan werken. Het is nu trouwens bijna 9 uur. En mijn zusje is hier. Wat we hebben gisteren samen de Harry Potter film gekeken. Gisteren was ik trouwens met mijn zus frietjes gaan halen. En ik had voor het eerst veggie balletjes geproefd in de frituur. Maar het was echt geen aanrader. Het was zo te spicy en er zaten zo te veel groenten in. En ik heb echt... Er zaten zo te veel groenten in. Het was iets te pittig. Maar ze doen mij denken aan een andere variant van vegetarische balletjes die ik ook niet graag eet. Maar ik heb liever dat ze zo echt de structuren van vlees. Maar dan zonder vlees in, erin. Zodat je nog kan twijfelen, is dit vlees of is dat geen vlees? Ik ben echt al heel de tijd zo confused. Het lijkt echt zaterdag, terwijl het nog maar vrijdag is. Ik ben de enige die dat raar en ingewikkeld vindt. Wel een zaterdag dan waarop ik moet werken. Normaal enkel in de zomer op zaterdag moet werken. Maar dan nog, het voelt als zaterdag. En daardoor heb ik de hele tijd het gevoel dat ik niets meer aan mijn weekend zal hebben, maar we zijn nog maar vrijdag. Mijn zus is thuis net weg, omdat ik me klaar moet maken om straks te gaan werken. Dus ik ga nu eerst eten. We hebben gisteren trouwens samen de tweede Harry Potter film gekeken. En niet de eerste, omdat de tweede veel meer Halloween vibes heeft dan de eerste. En we hadden de eerste nog niet zo lang geleden gezien. En doordat we allebei al zoveel Harry Potter films hebben gezien, moeten we ze niet echt volgorde kijken om mee te zijn. We waren net filmpje aan het kijken, bijvoorbeeld. Wat is dit? Start. Je kent dit spel niet. Ik moet ongeveer binnen 25 minuutjes nog een half uur weg. En ik hoop dat het nog gaat lukken. Omdat ik de identiteitscursus van Cynthia.nl te volgen vandaag. Want het is vandaag de laatste dag en het is vanavond ook een live Q&A. Dus ik wil dat nog graag gedaan hebben. Goed dat ik daar aan begin. Dus hopelijk zal het lukken. Dat is eigenlijk wel echt leuk, maar het is... Oké. Okay. Hey, welkom. Tijd om aan te beginnen. Het is de allerlaatste dag van de productiviteitscursus. Het is echt nog perfect gelukt om mijn productiviteitscursus te volgen nu. Zonder dat ik het gevoel had dat ik moest haasten ofzo. Dus dat is wel heel erg fijn. En nu ga ik nog eerst iets inplannen op mijn Facebookpagina van zij of haar. Volg me trouwens zeker als je dat nog niet doet. Linkje hieronder. Ik heb hier nog dan zijn foto van gemaakt. Zet je er nu mee in? Ah, omdat ik het met mijn gsm had gedaan. Bijna tijd om te vertrekken. Maar eerst nog hier een klein beetje Pokémon spelen.
Dus gisteren superveel complimentjes gekregen over dit kleedje van mijn collega's en ook van een goede vriendin van mij. Dus yippie! Harry Potter. Ik ga jullie meedoen in mijn tas, want misschien doe ik nog iets tofs. Hey, net klaar met werken. Ik moet zeggen dat het niet de meeste volk ooit was vandaag in de Palingbeek. Want blijkbaar had niemand zin om vandaag naar buiten te gaan. Nu is het 5:30. Het is een van de laatste dagen dat ik moet werken tot 5:30, want vanaf volgende week zijn we maar open meer tot 4:30. Wegens ja, het veranderen van de zonsopgang en zo. En het is echt gewoon donker nu. Het is donker om nu nog te beginnen wandelen in het bos. Dus. Ik ga straks nog eventjes stoppen aan de vestingen. Om te kijken of er nog kastanjes liggen. Want ik dacht een paar dagen geleden, als ik nog kastanjes zou willen eten, zal ik er nu nog moeten beginnen rapen. Want ik heb er niet zo heel veel meer. En het gaan de laatste beginnen worden. Als je speciaal in de auto blijft zitten omdat er een goed nummer op de radio is. Hoe gedaan Q Music? Of toch degene wie hem heeft aangevraagd. Oké, leg je uit. Dat is vaak een latere bevrediging. Dus daarom zitten we ook eerder op Facebook. Het ziet er echt super fabulous uit, maar de Q&A zit er net op, de live Q&A van de productiviteitscursus, die de productiviteitscursus eigenlijk afsloot. Ik ben heel blij dat ik daarvoor toch de tijd en de investering heb uitgetrokken, omdat het mij echt heel veel vooruit gaat, zal gaan helpen. Nu is het 8:30 en ik ga thuis kijken, we zijn vandaag vrijdag. En dat is thuis tijd. Vandaag ligt trouwens voor het eerst mijn radiator aan. Ben ik nu net aan mijn zetel misschien iets tegen de sofaatje staat. Ja, ik ga die verschuiven. Echt zo zelf met de radiator aan en zo het tikken van de regen op mijn ruit. En nu ook een kaarsje en straks onder een dekentje thuiskijkend. Gisteren zat ik iets later in mijn bed, rond 11 uur, wat dan nog altijd niet enorm laat is, maar gewoon later dan dat ik gewend ben, zeker in de laatste tijd. Dus vandaag weer lekker op tijd. Het is nu 9:30, dus ik kan nog eventjes lezen. Hallo, het is nu 10:00. Ik heb exact nog 100 pagina's lezen in het boek Op je lijf geschreven van Mara Louise. Dus hopelijk kan ik hem dit weekend uitlezen. Dat zou wel tof zijn. Nu ga ik slapen. Morgen ga ik terug om 6:30 opstaan. Vandaag heb ik dat niet gedaan, omdat ik ook wel wat later in mijn bed zat.
En ja, waarom eigenlijk? Ik merkte wel direct dat mijn ochtend heel anders in elkaar zat. Maar ja, een keer zo'n ochtend en een keer naar een andere. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie in de volgende vlog. Doedels!